Hallo allemaal, ik ben Connie de Lely van Kiko Stems en vandaag geef ik de uitleg met werken met een magic stem of ook wel genaamd de pen score. Wat hebben we allemaal nodig voor het werken met een magic stem? Nou, allereerst een magic stem. Dat zijn een soort foamblokken. Iets om relief mee te maken. Ik heb hier knoopjes neergelegd. Maar een stempel kan net zo goed, daar kan je een mooie negatieve afdruk van maken. En wat ik ook erg leuk vind zijn embossingmallen om daarmee te werken. Daar heb je een positieve en een negatieve kant van. Dus daar kan je ontzettende leuke stempels van maken. Nou, om op te stempelen, ik heb een correspondentiekaartje gepakt. En vandaag werk ik met Brilliance, dat is een pigmentinkt. Maar een dye inkt kan net zo goed. En om de magic stamp mee warm te maken, is een heat tool. Maar mij is verteld dat het met een lamp van 60 watt ook kan. En ook een tosti-ijzer. Als je het daar net boven houdt, dan kan dat heel erg goed. We gaan de magic stamp gaan we zo warm maken. Nou, ik gebruik de heat tool. Er is ook een nadeel aan. Dat als je die heat tool te dichtbij houdt of te lang op één punt houdt, dan smelt het iets. En dan kan je je magic stamp eigenlijk niet zo goed meer gebruiken. Dus je moet hem wel bewegen en je moet hem iets ervan afhouden, zodat de warmte goed verdeeld kan worden. Als die warm wordt, zie je de magic blok iets verkleuren. Iets van structuur veranderen, maar ook de kleur verandert iets. Hij wordt iets donkerder. Ik ga hem nu zo warm maken. En daarna druk ik hem gelijk in de knoopjes. En dan krijgen we er een hele mooie afdruk van. Kijk, uw eigen stempel heeft u nu gemaakt. Schuif de knoopjes even opzij. Dan ga ik hem beinkten met een lekkere zoetsappige kleur. Dat is de Orchid van Brilliance. Maar dye inkt kan ook, hè. Ik gebruik geen watervaste inkt, want ik krijg het er niet meer af. En ik heb nog niet uitgeprobeerd wat het dan doet als je hem weer warm maakt. Zover was ik nog niet. De magic stamp kan je op heel veel manieren gebruiken. Kijk, een leuke achtergrond. Je kan natuurlijk heel veel dingen gebruiken voor de magic stamp. Ik ga hem even schoonmaken. En het leuke van een magic stamp is dat je hem niet eenmalig kan gebruiken, maar veel en vele malen. Want als je de heatbinder weer opzet, dan trek je afdruk die je net hebt gemaakt met de knoopjes, trek dan weer langzaam weg. En dan kan je hem weer opnieuw gebruiken. Zo proberen te laten zien. Kijk, hij is weer helemaal glad, dus je kan weer overnieuw beginnen. Nou, ik wil nog wel een negatieve afdruk maken van die hele mooie stempel die ik hier heb neergelegd. Maken we hem weer warm. Maak nou afdruk. Kijk, leuk hè? Ik zal u het verschil laten zien. Het leuke is, vind ik, met de magic stamp,
is dat je een tonsje-ton kleur krijgt. Want het is een beetje lichter dan de originele kleur wat hij aftrekt. Dus je kan heel goed tonsje-ton werken. Ik doe hem even op de embossingmaal. Want daar had ik natuurlijk weer niet aan gedacht. Komt er weer spontaan wat in mij op om u te laten zien. Kijk, hij is een stuk lichter. Dus je kan heel mooi, kan je tons voor ton werken. Met dezelfde stempels. Het is gewoon heel gaaf om dit te doen. Je kan zoveel mogelijkheden gebruiken. De Magic Stamp is zo vaak te gebruiken op verschillende manieren. Nou, dit was de workshop voor het werken met een Magic Stamp of een Penscore ook wel genaamd. Ik wens u heel veel succes met deze blokjes. En ik wens u heel veel fantasie toe om de mogelijkheden uit te vinden. Ik wens u allen een fijne dag.